Ja, dan moet ik gewoon nog een extra video opnemen. Ja, dat is een soort overwerk ineens. Ja, gewoon omdat ik de reacties zit te lezen. Ja, over Alex, over onze koning. Ja, maak ik een filmpje over de koning? Ik maak volkomen duidelijk dat ik niet eens een grote fan ben van het koningshuis. Ja, maar jij neemt het op voor het koningshuis. Hey vrienden, kijk het filmpje nou goed na. Ik zeg al, heb al gezegd, ik ben niet eens een grote fan van het koningshuis. Maar we moeten wel redelijk blijven. Als we gaan demonstreren tegen de koning. Want die koning heeft gewoon met een heleboel dingen niks te maken. Dit is zijn functie niet. Zijn functie is gewoon doorknippen en doen het om hem erop en zwaaien. Dat is zijn functie. Meer niet. En dat jullie dan zeggen. Ja, maar hij krijgt er wel zoveel geld bij. 4,5 ton. Ja. Dat begrijp ik dat je daar boos over bent. Ja, dat snap ik. Ja. Want een heleboel mensen, die hebben het heel erg lastig nu. En dan moet je de koning er geen 4,5 ton bij geven. Maar dat doet het kabinet. Dat doet de koning zelf niet. Die kan zichzelf geen 4,5 ton geven. Nee, dus het kabinet geeft hem dat. Ja, en dat, ja, goed, het enige wat je ervan kan zeggen dan nog, is dat Alex dat geld zou moeten terugstorten. Oké, nou fijn. Tot zover. Maar is het dan al genoeg om te gaan protesteren en te demonstreren tegen een man die niks betekent in ons hele stelsel? Nee, in Nederland, niks. Nou, en wat krijg ik dan ook nog eens een keer? Op onze site en daarom, ja, op mijn kanaal, krijg ik dus een heleboel van die halve garen, van die complotdenkers, schuine streep wappies, die. En die beginnen maar over WEF. En die beginnen maar over meneer Swaap. En de grote reset. En elke keer lees ik dat weer. En zij willen dus alleen maar hun ideeën promoten via mijn kanaal. Dus ik heb dus bijna overwerk eraan om die mensen allemaal weer te blokkeren. En al die dingen weer te verwijderen. Want ik wil dat gewoon niet. Ik wil niet dat soort complottheorieën en dat soort malle en stomme en idiote ideeën en gedachtes. Die wil ik niet op mijn kanaal. Nee. Nee, ik wil gewoon leuke, positieve mensen die normaal kunnen nadenken. Dat wil ik op mijn kanaal. Dus, mijn verzoek. Hé, aan de complotdenkers. Blijf weg.